Ik kom er niks naar over. Als de president. Ben je koning van je? Of de koning van. Oh, sorry, moeder. Vandaag is dus uw laatste woord. Is het u voorgehouden wat de volgende stap zal zijn? Wat is het volgende na vandaag? Ja, daar kwam. Ik loop een beetje bijna voor. Anders. Is was ook van de pers. Wat is Jasmin? Ja, Wanneer, we kregen een uitnodiging van de president van het Hof. En dan doen we weer verschijnen voor een uitspraak. Oh, gaat u aanwezig zijn? Natuurlijk. Is er een datum geprikt? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Maar tijd, hoe lang denkt u dat het nog voort zal? Ik weet het niet. Maar in elk geval voor eind van het jaar. Nee, wat is dat? Dat zei ik niet aan voor een datum. De data kregen we van de goede. Wat zegt het u dat de nabestaanden eigenlijk een beetje spijtbetuiging verwachten vandaag? Als we al duizenden keer hebben gezegd, als er één Surinamer doodgaat, moet het ons verschrikkelijk spijten. Dat staf heeft hij. Natuurlijk is het een zeer betreurenswaardig staf. Dat hebben we al duizenden keer gezegd. Maar ik, dat hebben we gezegd. Dat blijven we zeggen. Oh, vandaag weer. Maar het gaat me eraan. Laten we een keer dat verhaal op de juiste wijze vertellen. Met deze mensen. Ja, zeker de mensen van de aanklagers, ik ken die mooie term niet. Die blijven maar geloven. Het is onmogelijk dat deze mensen met deze dingen bezighouden. Dus dan haal ik lectuur aan. Dan hou ik lectuur aan. Ja, dit is Superdus TV en nu. Maat dat nooit deze Westravo. Nou, deze man is een profeet. Ik vond het een geweldige ondersteuning, zeker naar mij, maar ook naar mijn vrouw en familieleden. Ik vond het geweldig. Ik vind het ook geweldig, de Trotsera song. Ja, natuurlijk. Ook Napo. En natuurlijk, mensen zeggen vaak, ja, maar waarom roepen jullie geen mensen op? Kijk, we zijn verantwoordelijk. En grote massale groepen, dat kunnen wij zeker oproepen. Wij ondersteunen, als er mensen protesteren, ondersteunen we. Maar u begrijpt wel, je moet de zaak wel echt in de gaten kunnen houden. Zoals Van Aarde zei van, het is een behoorlijke demonstratie, maar niet eens een plastic zak was tegen de ruiten gooien. Maar ik weet dat als bepaalde grote groeperingen op start komen, kunnen
kan het vrezen, kan het vreselijk uit de hand lopen. Dus wij steunen mensen die op een vreedzame wijze hun protest willen houden. Maar nogmaals, ik loop een beetje uit aan zo'n feierlijke afspraak, want dadelijk komt een advocaat bij mij. Dus nogmaals, Majuga, dan je ook de namens mevrouw Boudersen, Inke, en thanks for everything. Big up! Power me! Yeah. Ja, je ziet dus toen, na het laatste woord van Boutense, begin of eind van dit jaar, of voor het einde van het jaar, volgens meneer Boutense zou er een uitspraak komen en hij zou erbij zijn. Wij hopen dat nu na 41 jaar of hoe lang dan ook, dat er een einde komt aan deze gijzeling. En dat Nederland tot nog één keer komt. Tot één keer komt en de dossier openstelt zodat iedereen de antwoorden krijgt die hij of zij verdienen. Als men daarnaar kijkt, dan weet men dat er iets gebeurd moet zijn. Aan de andere kant, net als wat mijn man heeft gezegd, we vergeten ook dat er andere mensen in het binnenland dood zijn gegaan. Hoeveel jongens van ons? Niemand praat daarover. Waar zijn die nabestaanden? Wat gebeurt met die mensen? We moeten toch ook eerlijk zijn? Natuurlijk. Als men alles goed gaat onderzoeken, denk ik het wel. Mevrouw Boutersen zegt, als je alles goed onderzoekt wat duidelijk niet is gebeurd, zal de aandacht aan brandpunt ook kijken zeker. Want zoals ik er ook van overtuigd ben, dit is geen eerlijk proces.